De dierenambulance in Den Helder geldt als een bedreigde diersoort. In de naastgelegen gemeente Hollandse Kroon wordt al sinds vorig jaar geen avond- en nachtdienst meer gereden. Dat scenario dreigt door vrijwilligerstekort ook in Den Helder. Ja. Hi, wat had je? Een jonge merel. Ach, gastje. Nou, het is heel moeilijk. Wij draaien natuurlijk diensten van 24 uur. Dat is van 's morgens 9 uur tot de volgende ochtend 9 uur continu. Maar doordat je weinig vrijwilligers hebt, gaat dat soms mensen best wel een beetje opbreken. We hebben de vrijwilligers gevraagd. Maar als we een 12 uur dienst gaan oprichten, dan heb je dus veel meer vrijwilligers nodig. Want dan heb je er wel 60, 70 nodig om die 12 uur dienst te kunnen doen. Oh, liefheid. Nou, toen ik bij de dierambulance aankwam in 2014, toen hadden we er 46. We zitten nu op 30, waarvan 2 in de ziekenboek zitten, die dus niet inzetbaar zijn. Daar zijn er 2 in het inwerken, dus eigenlijk inzetbaar zijn er 26. Nou, we gaan ze naar het vogelasiel brengen. Het staat op de ambulance, we staan op markten. Ja, ik weet het langzamerhand niet meer. Het is nu aan de mensen zelf. Als je echt zo'n hart voor dieren hebt en je vindt dat er een dierenambulance moet zijn, geef je dan op en probeer het. Je kunt altijd nog kijken of het wel of niet kan. Goeiedag, kijk eens aan. Een jong mereltje voor je. Ja, neem hem even mee naar binnen. Ja, doe maar.